Niet iedereen blij met nieuw afvalbeleid van de gemeente. Het is nog niet zover, maar nu al zijn er mensen niet blij met het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Apeldoorn. Hoe het afvalbeleid wordt, vertelt woordvoerder van de gemeente Mark Veenhuizen ons. De gemeente Apeldoorn gaat nieuw afvalstoffen of afvalscheidingbeleid toepassen. Een van de bijverschijnselen is de grijze container krijgt een oranje klep. Waarom is daarvoor gekozen? Er is voor gekozen om hem een oranje klep te geven, niet om hem een oranje klep te geven, maar om het plastic, het metaal en drankpakken te kunnen gaan inzamelen. Wat we constateren is dat 50% van wat mensen weggooien bestaat daar dus feitelijk uit. Dus wat we gezegd hebben, waarom gaan we dan niet dat aan huis ophalen? Zodat we mensen daar gewoon de maximale service kunnen bieden op grondstoffen. Dat houdt dan automatisch in dat het restafval niet meer thuis afgehaald wordt. Ja. Kun je voorstellen dat er een heleboel mensen daar wat moeite mee hebben? Ja en nee. Dat het heel anders is dan wat mensen gewend zijn, ja, dat snap ik heel goed. Dat mensen daaraan zullen moeten wennen, ja, dat snap ik uiteraard ook. Want als mensen doorhebben dat het meeste wat ze op dit moment weggooien aan huis ingezameld kan worden, dat is het papier, dat is het GFT en dat is plastic, dat mensen zullen zeggen van, hé, maar er is nog maar heel weinig over. Waarom zouden we dat eigenlijk nog aan huis willen inzamelen? Het is een service op grondstof. En dat mensen daaraan zullen moeten wennen, ja, dat snap ik wel. En dat mensen moeten gaan nadenken van, oké, hey, ik heb nu restafval, waar moet ik het heen brengen? Ja, dat snap ik op zich ook wel. Dus of mensen er moeite mee hebben, ja, natuurlijk begrijp ik dat wel. Maar het is ook een kwestie van gewenning. Nou zijn het met name de ouderen natuurlijk die daar wat moeite mee hebben. Die zijn slechter been met de rollator. Een van de voorbeelden is de Roekenhof. Die zeggen van ja, ik moet nu gaan lopen met mijn restafval. En ik heb al moeite, want ik heb al een rollator. Ja, ze spelen hier twee dingen door elkaar. We hebben zeker over nagedacht over wat we met ouderen zullen doen. Dat zul je ook zien in het beleid wat is vastgesteld door de gemeenteraad. Hebben we ook gezegd van hey, daar waar we mensen die bijvoorbeeld een zorgindicatie hebben. Of ouderen die slechter been zijn. Daarvan weten we dat mensen zeggen van hey, maar nu moet ik met zware zakken gaan lopen. Nou, dat willen wij ook niet. En dan heeft de raad ook gezegd van okay, waarom kunnen we dan niet bijvoorbeeld een trommel kleiner maken. Dus niet een 40 liter trommel, maar een 20 liter trommel. Zodat je gewoon veel kleinere zakjes hebt. Dan hoef je dus ook met minder zware zakken te lopen. Voor ook een lager tarief, even voor de duidelijkheid. Het verhaal van de Roekenhof ligt nog iets genuanceerder. Het verhaal van de Roekenhof, daar staat geen ondergrondse container. Daar staat nog een 1100 liter container. En wat dan in de volksmond maatwerk is gaan heten. Dat wordt betaald en geleegd op afroep. Dat is een behoorlijk duur systeem. En mensen hebben geen mogelijkheid om zelf hun afvalstoffenheffing te beïnvloeden. We hebben altijd gezegd, van, we hebben de voorkeur ervoor omdat mensen dat wel kunnen. Zodat iedereen, als je goed afval gaat scheiden, dus niet veel hoeft te betalen. Nou, in overleg met de woonmensen hebben we gezegd, die locatie, nou, daar hebben we ook een voorkeur voor om dat ondergronds te gaan brengen. Dan moet die 1100 liter container feitelijk weg. We hebben niet gezegd dat we het per se moeten gebeuren. Er is ook geen besluit of zoiets. Maar wat we gezegd hebben, dat we de voorkeur voor hebben. Nou, dit lijkt alsof er nu een beslissing is genomen. We zijn nog vol in overleg van waar komt die dan? En als die weggaat, wat krijg je ervoor terug? Bijvoorbeeld containers voor plastic. Dat zou gewoon heel erg leuk zijn als mensen dat ook zo kunnen hebben. Er is nog niks besloten, dus we moeten daar nog met hen ook nog in gesprek over. Maar dat ligt dus net iets anders dan het beleid wat ik aan het begin schetste. Samengevat, het restafval bij de Roekenhof. Daar komt een oplossing voor om dat ook gewoon op een normale afstand zelf te kunnen wegbrengen. Daarvoor, wat voor de Roekenhof geldt, geldt voor heel veel andere mensen. We willen mensen zo maximaal mogelijk de kans geven om hun afval te gaan scheiden. Zodat ze er ook een voordeel van hebben. Dat geldt dus ook voor de Roekenhof. Om een container daar op het terrein te zetten, een ondergrondse, daar moeten we onderzoeken. Maar in principe zijn het ook geen andere mensen als de rest van Apeldoorn. En we willen daar dus gewoon kijken hoe we, en dat is, hoort ook in het beleid, hè, wat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Service is een belangrijk issue. En service is niet voor iedereen hetzelfde, maar verschillende mensen verschillende dingen. Dus we zullen voor de Roekenhof absoluut ook een leuke oplossing kunnen bedenken. Daar ben ik van overtuigd zelfs. Hebt u al een paar keer genoemd dat de mensen er voordeel van hebben? Kunt u dat voordeel wat concreter maken? Dat is heel lastig. Want elk huishouden is anders. En elk huishouden moet dus zelf zijn ding gaan doen, zeg maar. Wat wij kunnen doen is de voorzieningen aanbieden. In het plan hebben we wel een aantal profielen geschetst. Een familie De Vries en een oma Ineke en een buurman Ruud. Waarbij we gezegd hebben, nou, dat lijkt een beetje op de Apeldoorners die er nu zijn. En daarvan zie je van, hey, als we een gemiddeld, iemand nu heeft gemiddeld 10 keer per jaar of 9 keer per jaar zetten ze een grijze container aan de straat. Nou, als we het nieuwe systeem invoeren, moet dat minder kunnen. Dus elke container die je niet hoeft aan te bieden op je gemiddelde, ja, dat scheelt toch weer 8 euro aan 9 euro, zeg maar. Dus ja, dat kan ik zo niet zeggen. Elk huishouden is anders. Wanneer gaat het in? Wanneer moet het concreet worden, het plan?
We gaan dit jaar een paar experimenten nog doen. Luiers, dat is natuurlijk een van de dingen die we even gaan uitproberen met een aantal containers. Het plan zelf gaat in 1 januari 2018. Gaan we niet meteen heel Apeldoorn in één keer tegelijk doen. We gaan heel klein beginnen, zodat we in ieder geval ervoor zorgen dat als we het gaan doen, dat we het goed doen. En dat zal waarschijnlijk in een wijk zijn of een buurt. Dat we de eerste experimenten, niet zo experimenten, gaan we daar beginnen. En langzaam rollen we de komende 2 jaar, want daar gaan we echt wel tijd voor nemen, gaan we dat uitrollen. Is er tot slot, want het heerst, een centrale plek waar mensen informatie kunnen krijgen? Nou, er is nog steeds een site, die is nog steeds in leven. Dat heet recycleservice.apeldoorn.nl. Die blijft op zich ook nog steeds actief. Mensen kunnen daar ook nog reacties achterlaten. Die krijg ik overigens ook nog steeds. Hele specifieke vraag over stoma bijvoorbeeld, afval. Dus ja, blijf dat daar vooral doen. We zijn nu nog aan, het is nu vakantie, dus het is nu wat lastig om dingen echt even goed op poten te zetten. Na de vakantie gaan we daar wel op terug. En de komende periode tot het eind van het jaar gaan we zeker nog daar veel over communiceren. En vanaf in januari, daar gaan we het nog veel intensiever doen. Dan gaan we het ook op buurtniveau wij niveau doen. Waarschijnlijk in allerlei op locaties gaan we uitleggen hoe het nog werkt. Dus we gaan nog genoeg communiceren. Zaterdag is bij de Julianatoren een exclusieve preview te zien van de nieuwe musical Hans en Grietje. De musical gaat in september dit jaar in de Nederlandse theater spelen. De musical keert terug op het toneel in een splinternieuwe show met onder andere de acteurs Janouk Kelderman, Michael van Hoorn en Esther van Santen. De musical duurt ongeveer 30 minuten en is te zien in het Jul en Juliana Theater van Pretpark de Julianatoren. Morgen is het wisselend bewolkt met zonnige perioden en later in de middag kans op een bui. Het wordt rond de 21 graden. In de avond vallen er nog een paar buien, daarna is het droog en zijn er opklaringen. Het kwik daalt naar de 11 graden. Donderdag is het wisselvallig weer met geregeld buien. Vrijdag is het zonnig en vrijwel droog. Overdag wordt het 20 graden en 's nachts 12 graden.